Welkom bij het themajournaal van december 2016 over nieuwe cholesterolverlagers, de PCSK9-remmers. In dit journaal is aandacht voor deze geneesmiddelen bij de behandeling van patiënten met hypercholesterolemie. PCSK9-remmers vormen een nieuwe groep cholesterolverlagers. Anno 2016 zijn er twee middelen op de markt. Alirocumab met merknaam Praluent en Evolocumab met merknaam Repata. PCSK9-remmers zijn biologische geneesmiddelen die subcutaan worden toegediend. De belangrijkste indicatie is de behandeling van primaire hypercholesterolemie en gemengde dyslipidemie bij patiënten die al andere cholesterolverlagers gebruiken of die behandeling met andere cholesterolverlagers niet verdragen. Primaire hypercholesterolemie is indien er sprake is van geen aanwijzbare oorzaak. Dus meestal is er sprake van familiaire of erfelijke hypercholesterolemie. Als je dus kijkt naar de leefstijl en voeding, dan is dat dus in principe een secundaire hypercholesterolemie. De indicatie voor PCSK9-remmers is bij primaire hypercholesterolemie. Maar de vergoedingscriteria in Nederland zijn ruimer opgesteld, waarbij ook dus eigenlijk de mensen die een verhoogd cholesterol hebben ten gevolge van leefstijl in aanmerking kunnen komen, indien alle andere criteria ook voldaan wordt. PCSK9-remmers worden alleen vergoed als ze zijn voorgeschreven door een cardioloog, vasculair internist of kinderarts metabole ziekte. Het Zorginstituut Nederland heeft vergoedingsvoorwaarden opgesteld. En het komt erop neer dat de patiënten worden ingedeeld in risicoklassen. Dus als je bijvoorbeeld patiënt bent, je hebt één of meer cardiovasculaire gebeurtenissen doorgemaakt, dan kom je in aanmerking. Als je intolerant bent voor statines, kom je in aanmerking. Als je diabetes bent en je hebt al een cardiovasculaire gebeurtenis achter de rug. En verder heeft de beroepsgroep ons geholpen om vast te stellen hoe je precies iemand omschrijft die statine intolerant is. En door die afspraken hebben we een werkbaar stelsel van inkadering kunnen bewerkstelligen waar goed mee te werken is. Bij alle indicaties geldt als voorwaarde dat de patiënt al andere cholesterolverlagers gebruikt of deze cholesterolverlagers niet kan gebruiken, bijvoorbeeld als gevolg van statine-intolerantie. De criteria voor statine-intolerantie zijn vastgelegd in een consensus statement van de European Society of Cardiology. Statine-intolerantie is als er drie verschillende statines gebruikt zijn en dan moet dat wel echt op de juiste manier getest zijn dat de bijwerkingen afkomstig zijn van de statine. Dat betekent dus dat er een proefstop gedaan moet zijn en dat er weer een herstart gedaan moet worden met hetzelfde medicijn, waarbij dan de bijwerkingen in eerste instantie dus verdwijnen en later weer terugkomen bij de herstart. En indien dat bij drie verschillende middelen zo gedaan is, dan is er sprake van statine-intolerantie. Statines worden door hele grote groepen patiënten gebruikt. En er is een groep patiënten die last van spierpijn krijgt van de statines. En daar is veel over te doen op het ogenblik. Omdat de groep van Collins publiceert in de Lancet en eigenlijk zegt die spierpijn is heel erg zeldzaam. Ongeveer 1 op de 10.000 statine gebruikers krijgt daar last van. Aan de andere kant zijn er auteurs die in de BMJ publiceren en zeggen dat het ongeveer bij 20-30% van de statinegebruikers voorkomt. Ja, wie heeft nu gelijk? Ik denk dat Collins wetenschappelijk gelijk heeft, maar dat andere auteurs heel duidelijk wijzen naar een klinisch probleem. En als een patiënt, ook al begrijpen we het niet, de statine niet verdraagt, zullen we er toch iets mee moeten. PCSK9-remmers zijn monoclonale antilichamen die de opname van LDL-cholesterol in de lever stimuleren. Hierdoor daalt de plasmaconcentratie LDL-cholesterol. PCSK9-remmers hebben een enorm sterk effect op het LDL. Ze verlagen het LDL ongeveer 50%, terwijl je al andere LDL-verlagers gebruikt. De effecten van PCSK9-remmers op cardiovasculaire eindpunten zijn niet bekend. De middelen zijn in de klinische studies onderzocht op verlaging van het LDL-cholesterol. Op dit moment is er nog geen bewijs dat de PCSK9-remmers ook een reductie van het risico op hart- en vaatziektes geeft. De eerste resultaten zullen daarvan in het voorjaar 2017 waarschijnlijk bekend worden. We weten natuurlijk wel dat elke millimol LDL-reductie
een reductie van 22-23% van het relatieve risico op hart- en vaatziektes geeft. En we verwachten natuurlijk ook dat de LDL-reductie van de PCSK9-remmers ook een resultaat gaat geven op harde eindpunten. Dus de verwachtingen zijn groot. Er is ook al een meta-analyse gepubliceerd, maar daar moeten we heel voorzichtig mee zijn. Omdat de studies die erin zitten zijn geselecteerd. Daar zitten niet alle PCSK9-studies in. En uiteindelijk gaat het maar over een kleine groep patiënten die hart- en vaatziekten kregen. De meest voorkomende bijwerkingen van PCSK9-remmers zijn lokale reacties zoals pijn en roodheid bij de injectieplaats en infecties van de bovenste luchtwegen. PCSK9-remmers zijn alleen maar in korte termijn studies onderzocht. Over lange termijn effecten weten we het nog niet. Wat we in de korte termijn studies zien is dat er met name eigenlijk bijwerkingen zijn ter plaatse van de injectieplaats van het middel. En verder zien we in een heel beperkt aantal gevallen dat wat meer cognitieve klachten optreden. Niet significant, maar op zich wel denk ik een aandachtspunt om in de gaten te houden voor de toekomst. Er vindt onderzoek plaats naar de effecten van langdurige en sterke verlaging van het LDL-gehalte door PCSK9-remmers. Met de nieuwe PCSK9-remmers wordt het cholesterol in het bloed heel erg laag. En in het begin maakten we ons daar zorgen over, omdat we dachten dat het ook te laag kon worden. Maar nu blijkt dat alle weefsels zelf in staat zijn om cholesterol aan te maken. Eigenlijk zien we geen problemen. We weten dat er bepaalde families zijn waarbij mensen een heel erg lage LDL hebben. En dat zijn ogenschijnlijk gezonde mensen. Dus we denken dat het geen grote problemen gaat opleveren. De PCSK9-remmers zijn dure geneesmiddelen. Afhankelijk van de dosering kosten de middelen ongeveer 6.000... tot maximaal 8.800 euro per patiënt per jaar. Omdat er geheime prijsafspraken zijn gemaakt, is niet bekend wat de daadwerkelijke prijs is. De kosteneffectiviteit van de PCSK9-remmers beoordelen wij vertrekkend vanuit het farmaco-economisch model dat de fabrikant heeft ingeleverd. En dan merk je dat de kosteneffectiviteit ergens tussen de 30 en de 100.000 euro is. Terwijl onze referentiewaren voor de verschillende categorieën patiënten liggen tussen de 20 en de 50.000 euro. Dat betekent dat de berekende kosteneffectiviteit veel hoger is. Dus we hebben de minister geadviseerd, maak prijsafspraken voor deze producten. En zorg ervoor binnen die prijsafspraken dat het u lukt om met de prijsverlagingen die u afspreekt in de buurt te komen van de referentiewaarden die wij hanteren. Over de lange termijn effecten van PCSK9-remmers is nog veel onbekend. En de tijd zal moeten uitwijzen welke plaatsen de behandeling van hypercholesterolemie deze middelen precies in gaan nemen. Uitgebreide informatie over deze groep geneesmiddelen vindt u op de website Medicijnbalans. Hartelijk dank voor uw aandacht voor dit journaal. Wilt u op de hoogte blijven van het nieuws rondom de PCSK9-remmers en van andere nieuwe geneesmiddelen? Abonneer u dan op de nieuwsbrief van Medicijnbalans of volg ons op Twitter.